Ander scoreverloop. Sparta komt op voorsprong bij de Graafschap door Dissels. Mooie actie en een prachtige goal. Dan komt de Graafschap en dat mag ook wel. De Graafschap heeft 1 punt uit de laatste 8 wedstrijden. De Zwitser Stefan Keller maakt de gelijkmaker. Keller die niet zo vaak scoort, maar het in deze wedstrijd dan meteen ook maar 2 keer doet. Dit gebeurt in de 40ste minuut van de wedstrijd. En daar is de voorsprong dus voor de Graafschap. En ook nog in de eerste helft, in de blessuretijd, lijkt de wedstrijd beslist te worden. Jordi Buijs maakt de 3-1. Maar dan volgt een cruciaal moment meteen na rust. Er komt een rode kaart voor de Graafschap, voor Joost Vollmer. En dat betekent dat ze met 10 man dus die voorsprong nog bijna een halve wedstrijd vol moeten houden. En dat gaat niet lukken. Hier is de aansluitingstreffer in de 55ste minuut van Sparta. Arne Slot maakt er 3-2 van. En dan lijkt het alsnog te gaan lukken voor de Graafschap. Maar in de 93ste minuut gebeurt dan dit. Een slimmige goal als je het vanuit het oogpunt van de thuisploeg bekijkt. Maar het is er wel één. Het wordt 3-3. Ruud Knol maakt de gelijkmaker. Een punt dus voor de Graafschap.